Welkom bij een nieuwe vlog. Het is nu 6:50 in de ochtend. En ik moet gaan opschieten, want ik heb nog 10 minuten voor mijn neuspoeling en oogspoeling. En daarna heb ik yogales. Dus laten we maar snel gaan. Mijn ramen zijn wel beslagen, omdat ik Irko aan had. Dus ik ga snel daarheen. En na mijn yoga heb ik ook direct mijn massages en therapieën. Omdat vandaag er een carnaval is. En wij allemaal naar buiten willen gaan. Dus dan hebben we alle behandelingen van de dag gehad. Ik pak ook even mijn yoga handdoek. Oké, als jullie net zagen, heb ik dus mijn neus gespoeld, mijn mond gegorgeld. En als laatste mijn ogen in rooswater geopend. En nu gaan we voor yoga. En dat is hier buiten. Ik ben hier voor mijn massage gekomen en omdat er een festival is, zijn ze de vloer aan het decoreren met bloemetjes. Oké, ik heb net mijn massage gehad en ik had een poedermassage. Ik heb net in de steam gezeten en daarna werd mijn lichaam gewassen met buttermilk. Oh, echt een hele relaxende behandeling. Mooie kusje. Maar goed, ik ga eten. Ontbijt en dan zie ik jullie. Kijk, dit hebben ze gemaakt voor het festival dat vandaag is. Met verse bloemen, echt heel mooi. Ontbijt. Vandaag ben ik wel blij. Kijk alsjeblieft wat daar voor mij ligt. Hier word ik echt gewoon gelukkig van, want het is lekkerder dan alle andere dagen hiervoor. Al een paar uur later. Ik heb alle massages gehad. Ik heb mijn ontbijt gehad. En ik ga nu voor lunch. Ik heb me helemaal klaargemaakt. En ik heb deze mooie jurk aan. Lange rode bordeaux jurk. Mijn ouders komen zo. Want we gaan naar het festival Bondera. En dat is een carnival festival. En we zijn ervoor uitgenodigd. Oké, guys. Ik heb me omgekleed. En mijn ouders zijn er ook al inmiddels. En ik heb mijn lunch gegeten. En ik heb een andere jurk aangetrokken. Deze is wit met bloemetjes. Deze vond ik wat leuker voor het carnaval. En ik heb ook mijn ringetje aan en oorbelletjes. Oké, we zijn dus bij Bondera aangekomen. En er zijn verschillende plaatjes eigenlijk in die bar. En elk plaatje doet met zijn eigen, die doet met zijn eigen groep mee. En dit is een van de groepen. Maar kijk, zo zijn ze dus allemaal verkleed als bloemetjes en geparticipeerd aan de parade. Maar goed, wij gaan dus nog een stukje doorlopen, zodat we uitkomen bij de hoofdparade als het ware. Hallo. Hoi Rinneke. Waar zijn we? Vloggies. We hebben die Rinneke gehaald van die waaien. Rinneke was al ontgiftigd. Maar vandaag gaat ze lekker met ons wandelen. Dat komt in de vlog hoor. Het is maar wel een stukje lopen. Ja, dat zei je Clara. En dan geef je even 10 minuten lopen. Dit is de schoonzus van onze buren. Ah, she's here with her bakery. En met haar koekjes. Ah, dan gaan ze hier mee lopen. Ja. Yeah. Luck.
niet bij het raar, alleen maar dat. Ik ben Dilhe Hindustani aan het kijken op Star Plus. Het is gewoon een zangshow, een Indiase Hindi zangshow. Super leuk om te zien. En ja, ik hoop dat jullie genoten hebben van vandaag's vlog. Geef het zeker een thumbs up als je het leuk vond. Subscribe als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie weer in de volgende vlog. Dus tot dan, stay happy. Mwah.